In deze video ga ik je alles leren over de techniek stomen en gaan we uit deze stoommat een heerlijke Aziatische maaltijd met noedels en zalm toveren. Hoi, ik ben Thomas van het Barbecue Experience Center en in deze video ga ik wat meer uitleg geven over de techniek stomen. Want het is niet alleen mogelijk om lekker te grillen of te bakken. Je kan ook prima een lekkere stoommaaltijd maken. Net even wat gezonder en zeker zo smaakvol. Wat heb je nou voor nodig? Ja, het is eigenlijk super simpel. Je barbecue met daarin een carbonstalen wok. In die carbonstalen wok gaat een klein beetje water of bouillon of een water met kruiden en specerijen om wat extra aroma's te geven. En natuurlijk een stoommandje. Nou, het stoommandje bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt het mandje zelf, de bamboe spijltjes zitten erin. Dus daar kan de luchtvochtigheid, de stoom van je water, kan daar doorheen. Met daarop een dekseltje. En deze mandjes zijn heel makkelijk stapelbaar, waardoor je dus naar gelang de hoogte van je barbecue diverse mandjes op elkaar kan zetten en je dus ook diverse producten kan stomen tegelijkertijd. En wat we vandaag gaan stomen is eigenlijk een volledige maaltijd uit het mandje. Dus ik ga lekker wat soba noedeltjes onderin plaatsen. Daaroverheen wat groentes en een mooi stukje zalm die we ook allemaal Aziatisch een beetje gaan aankruiden. En dan heb je eigenlijk in een handomdraai een heerlijke maaltijd uit je kamado. Nou, waar beginnen we mee? De noedeltjes. Die heb ik al heel eventjes kort voorgekookt. Dus die leggen we mooi op de bodem van het stoommandje. Mocht je nou geen fan zijn van noedels, je kan uiteraard ook gewoon rijst gebruiken die je al voorgekookt hebt. Leg er dan wel even een klein bananenblaadje onderin, zodat je rijst niet door de spijltjes heen valt. En je moet dan zorgen dat je een centimeter of twee van de rand even vrij houdt, zodat de stoom wel goed door je mand heen kan. Daarop gaan lekker wat groentes. En ik gebruik groentes die lekker stevig zijn en die niet een al te lange bereiding nodig hebben. Dus een klein beetje tauge, wat verschillende kleuren paprika's en dan wat bok choy, dus eigenlijk een klein paksoitje, klein beetje van het loof. Er gaat hier een klein beetje sweet en spicy tomasu sojasaus overheen. Dan gaat er een klein beetje moximetti saus overheen. Nou, dan heb ik hier een mooi stuk zalmfilet. Dan snij ik het buikwandje eventjes van. Het buikwandje is namelijk flinterdun en deze is lekker dik. Dus op het moment dat dit gaar is, dan is dit belangrijk nog niet gaar. En tegen de tijd dat het mooie dik stuk gaar is, is deze eigenlijk al overkoekt. Dus dat is zonde. Dan gaat er een klein beetje Chinese takeaway overheen. Lekker wat five spice zit erheen. Klein pikantje. En dan leggen we die met het vel naar beneden op de groentjes. Je kan eventueel ook een stuk zalm zonder vel erop leggen. Het vel gaan we straks niet opeten, dus die haal ik straks wel af. Maar dat vel zorgt ook weer voor een klein beetje bescherming. En het voordeel van stoom is, het gaat heel relaxed, heel gelijkmatig. Je verliest eigenlijk geen vitamines. Dus je in water oplosbare vitamines die verdwijnen niet op het moment dat je ze gaat koken bijvoorbeeld. En de eiwitten van je vis die gaan heel langzaam stollen, waardoor hij super sappig en super mals blijft. Kortom, win-win. De barbecue staat op 180 graden. De wok is al goed voorverwarmd. Er gaat er een klein beetje water in. En je moet zeg maar de hoeveelheid water in doen, zodat je stoommandje net boven het waterpeil zit. Dan gaat het mandje erop. Nou, ik heb het dekseltje op het stoommandje gedaan. Dan gaan we hem nu stomen tot de zalm ongeveer een garing heeft van pak en beet 46 graden kern. Dus ik verwacht dat het een minuutje of 8 zal duren. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Super simpel en lekker. Zo, mooi stukje zalm. En het voordeel is, als je visje mooi gegaard is, dat je eigenlijk heel eenvoudig zo het huidje kan verwijderen. De noedeltjes en de groenten even lekker vermengen. De noedeltjes die had ik natuurlijk al voorgekookt, dus die hadden niet heel lang meer nodig. Die hoefden eigenlijk alleen warm te worden. Dat gaat perfect eigenlijk op deze manier. De groenten zijn gaar, maar hebben nog wel een lekkere bite. En natuurlijk al hun vitamintjes nog. Een mooi stukje zalm. Ik zal hem even doorsnijden. Kom maar eens even kijken. Kijk,
super juicy. Mooi rosé nog van binnen. Klein beetje tomasu om het af te maken. Bekant uitjes. Een beetje crunch. Furikake. En een kleine wedge. Limoen erbij. En zo heb je een compleet maaltijdje. Uit je stoomhand. Uit de barbecue. Kapot lekker, hè? Super simpel. Het meeste werk is wederom het snijden. Dan heb je binnen 10 minuten, een kwartiertje, een heerlijke maaltijd. Wat super gezond is, super smaakvol en heel simpel. En nou hoor ik je denken, wat kun je nou nog meer behalve zo'n lekker maaltje als dit? Nou, denk bijvoorbeeld aan stoombroodjes, hè, een lekker babautje of van die bouwbuns die je nog lekker kan vullen met bijvoorbeeld een lekker, hoe heet die dingen? Ribfingertje, super lekker. Maar je kan ook een mooi stukje kip, wat groente stomen en dergelijke voor een juist wat lichtere en wat gezondere maaltijd. Wat bijvoorbeeld ook heel goed gaat als straks het seizoen weer is. Mooie witte asperges, even schillen, daarna stomen in je barbecue. Gaat perfect. Daarna nog eventjes kort op de grill. Nou, dan weet je niet wat je proeft. Super sappig, super veel smaak en heel eenvoudig. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je zelf thuis ook mee aan de slag gaat. Het is namelijk een onwijs leuke en veelzijdige techniek, het stomen. En het is toch weer net eens een keer wat anders dan gewoon het standaard grillen of low and slow. Dus ga er zeker thuis mee aan de slag. Check dan even ook de links in de beschrijving waarin je alle producten vindt die we in deze video hebben gebruikt. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zet dan ook even het belletje aan, dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaarstaat. En wil je meer video's zien? Klik dan hier.